Ik ben extreem enthousiast om deze video te maken, aangezien ik een dag nadat de reservatie opende hem alweer had gecanceld. Maar we hebben hem. De Valve Steam Deck. Dankzij mijn lieve vriendin Larissa hebben we hem via weten te kopen. Een extra shout-out aan Daan. Daan gaf een hele goede vibe en daardoor kunnen wij hem vandaag gaan reviewen voor je. Dit is de Valve Steam Deck. Een betaalbare portable PC handheld. En ik kan je nu al zeggen, het is een gamechanger. Voor mij persoonlijk is het een enorme revolutie in videogaming en mogelijk een compleet nieuwe tak van PC-gaming is hier geboren. In de box hebben we een stroomadapter en deze mooie carrying case. Kudos voor Valve trouwens voor het al niet overmatig gebruiken van verpakkingsmateriaal. Het 512 GB model hier in de handen heeft een speciale case waar eigenlijk niet heel veel anders is dan de cases van de andere twee modellen. Het Steam Deck logo die heeft een kleurtje en ook de binnenkant heeft een andere voering. Er zit een doekje bij en je hebt ook een pouch in een inham aan de achterkant. Als we de case open doen, dan word je meteen begroet met het apparaat. En je ziet meteen dat hij vergeleken andere handhelds aan de grote kant is. Ik heb bijvoorbeeld een PlayStation Portable, PlayStation Vita, een 2DS en een Nintendo Switch. Ik vind zelf de grootte van het device echt perfect. En er zijn genoeg redenen waarom de Steam Deck is hoe hij is. Ik denk dat als je medium tot grote handen hebt, dat dit dé comfortabelste handheld is die je in je hand kan vasthouden. En waar je misschien last had van wat oncomfortabel geklauw van de kleinere handhelds, kan je hier perfect de zijkanten vasthouden met geen enkele krampachtigheid. Maar als je redelijk kleine tot kleine handen hebt, dan kan het zomaar zijn dat je net niet de perfecte layout voor je handen kan vinden voor de allerfijnste ervaring. De Steam Deck is redelijk dun, maar de zijkanten schuiven een beetje uit, waardoor hij wat groter op de tafel ligt. Doordat deze zijkanten wat uitschuiven, heb je juist het perfecte grip. Aan de voorkant zien we links naast het scherm een D-pad, analog sticks en ook een flinke touchpad zoals je op een laptop ziet. We hebben een Steam-knop en de gebruikelijke Select-knop. Aan de rechterkant hebben we de A, B, X, Y-knoppen, een rechter analog stick en ook nog een keer een flinke touchpad. Ook hebben we een quick settings knop met de drie bolletjes en de gebruikelijke startknop. De analog sticks die zijn zeker niet klein en hebben een flinke radius. Ze zijn wel net een klein tikje kleiner dan de gemiddelde controller voor een next-gen console. Maar ze zijn lang niet zo klein als wat je normaal op een handheld ziet. Verder is het scherm ook volledig touchscreen en zijn de analog sticks touch capacitive. Dat betekent dat de sticks, net zoals op Valve zijn VR-brilcontrollers, herkennen wanneer je puur je vingers op de stick rust. Aan de bovenkant zien we de L1 en R1 knoppen met daarachter aan beide kanten echte analoge triggers. De travel van deze triggers zijn niet super groot zoals op een controller van een next-gen console. Dan heb ik het niet over de Switch Pro controller, want die gebruikt gewoon een digitale knoppen voor hun trigger. Wat betekent dat er alleen een aan- en uitsteek bestaat in plaats van allemaal niveaus van indrukken, zoals bijvoorbeeld bij een gaspedaal. We hebben een powerbutton om het apparaat aan, uit of in slaapstand te zetten. En we hebben ook een 3,5 mm audioport om je audioapparaten aan te sluiten. Daarnaast hebben we een USB-C port. Hiermee kan je je Steam Deck opladen of een dock op aansluiten. Steam Deck komt namelijk binnenkort met een officiële docking station die je kan bestellen. Waar je dan bijvoorbeeld USB-poorten, HDMI-poorten voor naar je tv of een scherm, extra SD-kaartslot of zelfs internetkabels kan aansluiten. Ik gebruik op dit moment mijn eigen docking station. Voor deze USB-C station heb ik een Etsy gekocht. Een mooie docking station waar ik uiteindelijk deze erachter kan plakken en mijn Steam Deck ergens in kan zetten. Maar de officiële docking station kan je Steam Deck inzetten. Je hoeft alleen maar USB-C'tje in de Steam Deck te doen en het werkt al. Je hebt zelfs varianten met SSD's die je dan in de dock kan doen. Wederom weer heb je zelf de keuze. Ook hebben we aan de bovenkant van de Steam Deck handige fysieke plus- en min-knoppen om je volume aan te passen. En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, heeft Valve ook nog een aantal hele handige knoppen toegevoegd in de vorm van L4, L5, R4 en R5. Allemaal knoppen op de achterkant waar je perfect bij kan met je vingers op de natuurlijke manier hoe je het apparaat vasthoudt. Deze knoppen zijn extreem handig voor meerdere dingen waar we later op gaan komen. We hebben aan de voorkant links en rechts gaten waar de speakers uitkomen. Echt de
stereo speakers. En Valve kennende met het geluid bij bijvoorbeeld de Valve Index VR bril stelt het niet teleur voor het type apparaat. Het geluidje is echt meer dan in orde. Verder zit er ook nog een microfoon ingebouwd in het apparaat voor voice chat. Ik livestream op de Steam Deck. Terwijl ik in bed lig. Waarom lig ik in bed? De camera is dan van mijn mobiele telefoon. Die stuur ik naar OBS op de Steam Deck. Kijk, ik heb hem in mijn hand. Hallo. Dit is de... Welkom, dit is de Steam Deck. En aan de onderkant hebben we een SD-kaartslot waar je dus je opslag kan vergroten. Ik heb daar op dit moment een 512 GB SD-kaartje in zitten. Maar je kan natuurlijk ten eerste altijd wisselen van SD-kaartje. Je kan ook maximaal tot 1 terabyte kopen tegenwoordig. En ik weet niet wat voor magie Valve heeft gedaan. In verschillende tests op het internet zie je dat een goede hoge kwaliteit SD-kaart maar secondes verschilt met de ingebouwde SSD of soms zelfs precies even lang laat. En ik moet zeggen, de laadtijden, ze vallen niet tegen. De Valve Steam Deck is een stuk sneller dan de gemiddelde handhelds die we tot nu toe in het algemeen hebben gezien. We gaan het even over de specificaties hebben en misschien zegt het je niet zoveel, dus we gaan er even snel doorheen. De Steam Deck heeft een custom AMD Zen 2 Van Gogh processor met 4 cores en 8 threads, wat runt tussen de 2.4 en 3.5 GHz. Vergezeld met een AMD RDNA 2 grafische processor, 16 GB aan LPDDR5 geheugen en een 60 Hz scherm met een resolutie van 1280 bij 800. Je mobiele telefoonscherm kennende voelt dan misschien niet super hoog, maar het is meer dan genoeg om games super scherp op 7 inch te vertonen. Even over dat scherm. Het scherm is dus 1280 bij 800. Dat zijn wij normaal niet zo gewend. Wij zijn 720p gewend, dat is 1280 bij 720. En we zijn natuurlijk daarna 1080p gewend, 1920 bij 1080. Dat zijn allemaal de standaard 16:9 widescreen ratio. Steam Deck heeft dus een scherm in een andere aspect ratio. De aspect ratio is in plaats van 16:9, 16:10. En niet alle games ondersteunen dat. En heb je nou games die dat niet ondersteunen, dan krijg je dus het spel in 720p met een kleine zwarte balk aan de onderkant en de bovenkant. Verder draait de Steam Deck op een besturingssysteem genaamd SteamOS, wat een fork gebruikt van Linux. Dat is iets anders dan Windows en dat kan even wennen zijn. Maar de extreem goede optimalisatie van Linux en weg van alle bloatware van Windows maakt het heel gemakkelijk. Ook lijkt het heel erg op Windows en heb je dezelfde vrijheid. En dat is dan ook meteen het mooie aan dit device. Jij als gebruiker zit nergens aan vast. Wat jij normaal op een computer kan doen, kan je doen op dit apparaat. Je hoeft niet te wachten totdat op gesloten apparaten de uitgever bepaald software of functionaliteit toe te voegen aan hun winkel of systeem. Waar mensen bij Nintendo nog steeds wachten op een Netflix app of iets dergelijks, heb je dat helemaal in eigen hand op de Steam Deck. Op het moment dat je de Steam Deck opstart, kom je in SteamOS Gaming Mode. En ben je iets minder een power user, dan is dit best recht voor zijn raap. Makkelijke knoppen. Je Steam bibliotheek is meteen te zien. Mooie tabbladen waar je al je games kan zien. Wat je hebt geïnstalleerd. Niet Steam spelletjes die je mogelijk hebt toegevoegd, kunnen allemaal in deze interface worden geshowt. Ook is er een Great on Deck tab, die het aantal games laat zien die volledig geverifieerd zijn om heel lekker te werken op de Steam Deck. Het verificatieproces van Steam is super streng. Je hebt 4 verschillende termen. Verified, met het groene vinkje, betekent dat de game volledig werkt. Het oranje playable betekent dat het werkt, maar dat er dingen kunnen voorkomen zoals tekst is iets te klein of het feit dat je op een bepaald punt even op het touchscreen moet drukken om een menu door te klikken voordat de game opstart. Wat verder dus totaal geen probleem oplevert met de game zelf. Ook al is het dus een klein beetje minder gebruiksvriendelijk, dan is het al playable, oranje. Ook hebben we not supported games. Daar komen games waarbij een fout is ontdekt voor de Steam Deck. Maar ook dit kan simpelweg zijn dat een bepaalde game mode of minigame niet lekker werkt, maar dat het 99% wel speelbaar is. Het betekent dus niet meteen dat een niet supported spelletje in je bibliotheek niet werkt. Zo zie ik het meer als indicatie van hoeveel ik moet opletten, misschien een probleem kan verwachten, of dat ik iets meer zelf moet aanpassen om alles werkende te krijgen. Onder unsupported bestaan ook wel een aantal dingen die echt unsupported zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld VR-games zijn. Ook al hebben mensen gewoon VR werkende gekregen hoor. Mensen hebben een USB-C-hub aan de Steam Deck gedaan en hun VR-bril aangekoppeld en het werkte perfect.
Maar 60 fps op Half-Life Alyx met hele lage settings, dat is voor VR een klein beetje choppy. Dus zie VR toch een beetje als unsupported. Verder onder unsupported, wat wel echt niet werkt, is dit. Het komt erop neer dat de bepaalde anti-cheat niet heel lekker werkt. Alhoewel, het blijkt dat de anti-cheat wel werkt, maar dat developers wat moeten doen om die anti-cheat op dit platform werkende te krijgen. Sommige developers hebben dat al gedaan. Apex Legends bijvoorbeeld was in de eerste 2 weken niet speelbaar, omdat de anti-cheat nog niet werkte. En na 2 weken was het wel speelbaar. Dus vanaf nu kan je al heel lang Apex Legends spelen op de Steam Deck. Maar de games die dat dus echt nog niet hebben, die werken dus ook echt niet. En daar zou je voor die paar games kunnen kiezen om mogelijk Windows te dual booten. Dat je kan kiezen bij het opstarten in welke OS je wil starten. En dat je specifiek voor de games die nog niet werken nog even Windows hebt geïnstalleerd daarnaast. Toch zijn er een miljoen meer redenen om echt als basis Steam OS te houden. Want Steam OS is echt knijtertje goed. En dat ga ik je nog allemaal vertellen. En als laatste hebben we het vraagteken. En dan weet Steam het gewoon nog niet. Nog niet getest. Als we op de Steam-knop drukken, komt er aan de linkerkant een uitklapscherm met opties naar je homepage, je bibliotheek, de Steam Store die helemaal zijn eigen UI heeft met de verificatiebadges en games die goed draaien of zelfs hun games hebben aangepast voor de Steam Deck, krijgen een flinke voorsprong en worden goed gepromoot op de homepage. We hebben een Friends en Chat tab waar je heel netjes je vrienden ziet en je chats kan bijhouden. Een media-knop waar je je screenshots kan zien, die je natuurlijk ook gewoon kan maken op de deck. Of je kan kijken naar screenshots die je gemaakt en hebt geüpload op je game PC of vanaf andere apparaten waar je Steam gebruikt. Een knopje voor je downloads die je ook op een gelijke pagina brengt zoals je gewend bent van Steam, waar je je downloads kan volgen. Een settingsknopje met een heleboel instellingen en preferenties. Ja, en dan ben je dat allemaal aan het opnemen en dan komen er weer updates uit. En bijvoorbeeld een update waar je nu een setting hebt voor een lockscreen. Zo kan je er dus voor zorgen dat niemand zomaar je Steam Deck in kan kijken en je library van hele rare games kan zien. Ja, ja. Als we de Steam-knop ingedrukt houden, krijgen we een enorme lijst aan shortcuts voorgeschoteld. Zo kunnen we ook, als bepaalde dingen niet lekker ingesteld staan, gebruik maken van bepaalde functionaliteit. Shortkeys naar bepaalde muisklikken, de belangrijkste Enter, Tab en Escape-knoppen. Je brightness kan je verstellen via daar of een screenshot maken. Ook bijna een soort Alt-F4-combinatie om je games te forceren om uit te gaan voor als de game een beetje raar doet of bevriest. Daarnaast bestaat er ook een Magnifier-toggle, een vergrootglas. Mocht je op het 7 in het scherm het nou echt niet kunnen lezen, dan zou je dus kunnen inzoomen. Als we op de 3 puntjes aan de rechterkant drukken, krijgen we een quick menu aan de rechterkant van het scherm. Dit menu heeft een paar hele coole functies. Eerst hebben we een belletje knop voor de notificaties. De 2 poppetjes, daar kan je al je vrienden op een hele snelle manier zien wie er online is of in wat voor Steam game zit. Het tandwieltje brengt je naar de quick settings en daar kan je de helderheid van het scherm aanpassen. Het geluid aanpassen van de speakers. Lekker handig als je niet fysiek bij de knoppen kan bijvoorbeeld, omdat je je Steam Deck van afstand bijvoorbeeld bestuurt. Je microfoonvolume kan je aanpassen, hoe erg de controller trilt, want de controller heeft ook haptics om je meer te immersen in videogames zoals je die kent van consolecontrollers. We kunnen het apparaat in vliegtuigmodus zetten of in plaats van de settings in te duiken, kunnen we hier ook de wifi, bluetooth enzovoort uit- en aanzetten. Dan hebben we bij het batterijtje mooie next level functies. Ten eerste zie je hoeveel batterij je nog over hebt en projecteert de Steam Deck altijd hoeveel uur je nog over hebt als je op de manier waarop je bezig bent doorgaat. En dat moet ik Valve ook echt meegeven. Ook als we een SD-kaart formateren in de settings, overal staan tijdsindicaties bij. Verder is er een extreme vrijheid in hoe je met de batterij omgaat. Wie weet heb je ooit op een handheld gespeeld en waarvan je door hebt dat wordt zo erg geoptimaliseerd en lage FPS, 30 FPS tot misschien wel 20 FPS drops, lage graphic settings, want dat wordt voor jou al bedacht. Dit zijn de optimale settings, hier heb je de beste batterijduur, alles wordt voor jou beslist. Op de Steam Deck blijkt je echt alle keuzes zelf te kunnen maken. Je kan het apparaat ook helemaal kapot optimaliseren zoals sommige mensen doen. Waar mensen dus een bepaalde FPS draaien, waar mensen hun wat op een bepaald punt zetten, waar mensen hun graphic settings natuurlijk gewoon optimaliseren. Waardoor ze bijvoorbeeld uren langer meer batterijduur hebben. Zo kunnen sommige mensen 4 tot 5 uur GTA 5 spelen op een handheld, door het helemaal te optimaliseren voor batterijgebruik. Maar wil je gewoon helemaal max out te gaan en je wil gewoon max out FPS en max out graphics, dan kan het zomaar zo zijn dat je na 2 uur er doorheen bent. Het performance menu met de batterijduur heeft dan ook een performance overlay level. Dit is een OS ingebakken overlay die je precies alle
alle informatie kan vertellen wat je wilt. Wil je puur je FPS zien? Dan zet je hem van off op level 1. Wil je meer informatie zien over de batterijduur, hoeveel watt je gebruikt en je frame times? Daar kom ik later nog even op terug. Dan zet je hem een niveau hoger. Uiteindelijk kan je ook alles laten zien. Elke core, elke thread, van CPU tot de temperaturen, zijn allemaal makkelijk in te lezen met deze overlays. Drukken we op Advanced View, dan krijgen we nog veel meer opties voor mensen die misschien iets meer weten wat ze doen. Elke game heeft een eigen FPS limiter of VSync optie op PC, maar de Steam Deck heeft in het besturingssysteem zelf al een framerate limiter. Het uitzetten van VSync in games is aangeraden. Wat een verademing hoe vloeiend de limiter is, en de frame timer wordt alleen maar cleaner daardoor. Het grappige is dat Valve dus constant komt met updates. En die updates die zijn nog goed ook. De laatste keer is er een game changer toegevoegd. Zodat je het kan optimaliseren voor jouw speelstijl. Of je nou gebalanceerd wil spelen of zoveel mogelijk batterijduur eruit wil halen. Of dat je sowieso weet dat je altijd dicht bij een laadpunt bent en je gewoon max out gaat. Precies op de manier hoe jij wil spelen. Max graphics, max FPS, wat je maar wil, wat het apparaat maar aan kan. Valve heeft namelijk in de beta-branche nu een refresh rate mode toegevoegd. De refresh rate in hertz is de verversingssnelheid van je scherm. Is het 60 hertz, dan ververs je scherm met 60 frames per seconde. Je wil dus ook ideaal gezien 60 fps hebben in game, want dan geef je het scherm dus 60 schermpjes per seconde, wat op dezelfde snelheid is als waar je scherm op ververst. Raak je die 60 fps niet aan, dan betekent dit dat bepaalde frames zich extra lang moeten laten zien, waardoor je game er mogelijk niet helemaal vloeiend uitziet op je beeldscherm. Nu heeft Valve dus een optie gegeven om dat te veranderen als je de 60 fps bijvoorbeeld niet aan kan raken met een game, of wanneer je een middenweg wil vinden voor betere batterijduur. Je kan alles kiezen tussen de 40 en 60 hertz, elk nummer. Dus dan gaan we praten over frame timing. Frame timing is de snelheid in de seconde dat het van schermpje naar schermpje verandert. Je weet wel hoe een animatie gaat. Alle beelden wat je nu ziet van mij, ik ben in beweging, allemaal schermpjes worden achter elkaar geprojecteerd, zodat het uiteindelijk een beweging wordt, een animatie. Nou kan je voor de 40 hertz denken, nou 40 fps, dat is maar 10 fps meer dan 30 fps. Maar draaien we het om, dan zien we dat je 33,3% meer frames per seconde hebt als je 40 fps runt. Daarnaast heb je op 30 fps een frame timer van 33,3 milliseconden. Dat betekent elke 33,3 milliseconden komt er een nieuw schermpje. Draaien we op 40 hertz met een 40 fps limiter, dan hebben we een frame timer van 25 milliseconden. Dus elke 25 milliseconden komt er een nieuw schermpje. Dat verschil met 30 fps is 8,3 milliseconden. Het grappige is, als je daar weer 8,3 milliseconden vanaf wil halen, dan zit je eigenlijk op de 60 fps. Dus 40 fps is het middelpunt voor batterijgebruik, maar ook voor performance en hoe vloeiend je beeld eruit ziet. En is eigenlijk de perfecte plek voor een gebalanceerde ervaring. Ik kan je zeggen, ik ben een enorme hater van 30 fps. Nou ziet het er op de Steam Deck scherm for some reason net even iets fijner uit. Maar die 40 fps, dat is zo'n vloeiende middenweg. En je verbruikt zoveel minder batterij, dat is wel echt een game changer. Maar die refresh rate kunnen aanpassen, daar kan je nog veel meer mee doen natuurlijk. En zelfs al raak je net niet die 60 fps in games en je zet hem op 55 hertz, dan kap je net eventjes dat onstabiliteit wat je wel eens hebt. Weet je wel, als je game per se het ook net niet aan kan, dan kap je net dat af en dan blijf je heel vloeiend mooie frame timer hebben. En heb je ook niet het gevoel als je aan het gamen bent dat het heel choppy wordt. Dan hebben we de functie half-rate shading, die ook sinds kort is toegevoegd. En dat zorgt ervoor dat je game soms wat lagere kwaliteit wordt geprocessed, waardoor je ook batterij kan besparen. Je kan je eigen limiet stellen op hoeveel watt het apparaat moet gebruiken. Je kan de GPU vastzetten op een bepaalde snelheid. En ook heeft de Steam Deck een ingebouwde scaling filter, waar we in de OS games kunnen omhoog schalen met bijvoorbeeld AMD FSR. Misschien ken je de functionaliteit wel, zoals AMD met FSR of Nvidia met DLSS, waarbij games worden omhoog geschaald van een lage resolutie naar een hogere, waar algoritmes proberen de detail weer op te krikken en de resolutie op die manier te verhogen, waarbij je FPS alsnog hoog kan blijven. Zetten we games dus onder 1280 bij 800 en gebruiken we de FSR upscaling, dan zien we dus mogelijk weer een performance boost naar een goede speelbare kwaliteit. Ook daar zit weer toekomst in voor het apparaat, want FSR 2.0 kan mogelijk geïmplementeerd
geleerd worden wat weer next level AI upscaling is voor een leuke kwaliteit met goede performance op lagere resoluties. En verder hebben we in de quick settings nog wat statistieken. En het is dus een hele goede variatie aan instellingen voor de iets meer advanced user. Dus, nu hebben we het apparaat fysiek bekeken. We hebben ook de gaming OS bekeken. Dan is het natuurlijk tijd voor de games. We beginnen even met een geweldige functie voor als je korte speelsessies graag speelt of zelfs moet spelen door tijdgebrek, om dan later weer door te gaan. Het is geen uniek iets natuurlijk, maar de Steam Deck heeft in gaming mode een quick suspend en resume functie. Druk je één keer op de powerknop, dan krijg je een mooi zwaaiend Steam Deck logo en gaat je CPU, GPU en alle apparatuur binnenin naar 0% en dus in slaapstand. Drukken we weer op de powerknop en dit allemaal gaat weer aan terwijl we nog in game waren. Dan start alles bloedsnel weer op en kunnen we precies doorgaan waar we hebben gepauzeerd. Dat is heel erg fijn om te hebben. Dat is niet iets wat je heel snel met je PC-kast doet. Voordat we echt naar de games gaan, moet je weten dat de meeste games niet standaard draaien op Linux. En dat klinkt dan heel raar waarom Steam voor Linux heeft gekozen. De games draaien namelijk via Steam door een compatibility layer genaamd Proton. Proton zorgt er eigenlijk voor dat het lijkt alsof de game op Windows gespeeld wordt, waardoor het dus speelbaar is op Linux. Steam zal altijd een specifieke Proton versie kiezen, maar je kan ook zelf alle versies en uitgaven kiezen per game als we naar compatibiliteit gaan. Door de jaren heen is de compatibiliteit enorm verbeterd en Valve zelf samen met een hele community aan mensen zijn constant bezig Proton op het volgende niveau te krijgen. Crash Bandicoot and Saint Trilogy draait extreem lekker op de Steam Deck. Met de juiste graphics settings een heerlijke vaste 60 fps. Deze game heb ik toevallig ook op de Nintendo Switch en waar de Switch versie op lage kwaliteit op 720 p de 30 fps haalt, kunnen we makkelijk op 800p de 60 fps halen op de Steam Deck. Als we de kwaliteit maxen van de game, blijven we hangen rond de 50 fps. Hier zou dus een wijziging naar 50 hertz scherm de game ultiem smooth maken, 50 fps locked. Maar voor deze opname was dat toen niet mogelijk. Dus locken we de game op 30 fps en dan zie je dat we genoeg ruimte hebben voor een vloeiende maxed out graphics op 30 fps. Ik zit nog steeds vol met ongeloof te kijken hoe krachtig dit apparaat is en wat het allemaal aan kan. Ik heb ook Age of Empires 3 Definitive Edition gespeeld, een game die oktober 2020 uitkwam op Steam. Deze game heeft als verificatiestatus de Unsupported tag, dus dat is altijd wel interessant. De nieuwe Age of Empires 4 heeft namelijk de Playable tag. AOE 3 speelde tussen 50 en 60 fps prima weg. Ik had niet eens door dat die dipte toen ik het speelde zonder fps counter. Zo heb ik met een controller geprobeerd te spelen met de standaard toetsenbord en muis layout die ik had ingeladen. Deze layouts komen trouwens zo aan bod. En het was prima te doen om of via de touchpad gebruik te maken om de cursor te bewegen of met de rechte analogstick. Ik moest wel even de sensitivity aanpassen, want mijn cursor die vloog heel snel weg heen en weer op het scherm en dat is allemaal aan te passen naar wens. Als je deze video tot nu toe helemaal hebt gevolgd, weet je dus nu dat je een USB hub / dock kan aansluiten en dat het apparaat ook Bluetooth heeft. Zo heb ik de draadloze muis en toetsenbord van mijn vriendin gebruikt, lekker roze, om via Bluetooth met muis en toetsenbord te spelen. Of het nou een muis, toetsenbord, Nintendo Switch controller, PlayStation, Xbox controller of alles tegelijk is, alles connect met de Steam Deck. Het is echt ultra knap. Ook het mooie eraan is als je specifiek met een PlayStation controller speelt, zoals de DualSense, dan verandert sinds een paar updates geleden ook de hele OS naar de PlayStation knoppenstijl. Docked met toetsenbord en muis werkte ook prima en dit soort games zijn makkelijk te spelen op een monitor natuurlijk. Ja, als je zo dock speelt, dan lijkt het natuurlijk gewoon op een PC-kast. Want ja, het is gewoon een PC uiteindelijk ook nog. Control, een van mijn favoriete storyline games van de laatste jaren van de makers van Max Payne, draait ook als een tierenlier op de Steam Deck. En we hebben het al over heel veel verschillende manieren gehad van controle. No pun intended. Nog een functionaliteit van richten of bewegen is de ingebouwde gyro in het apparaat. Als we naar controleinstellingen gaan voor de game, kunnen we letterlijk alles aanpassen. Maar ook de gyro kunnen we aanpassen. Aanzetten. Hier zet ik de gyro aan, die activeert wanneer ik mijn vinger op de analogstick rust. Dat zijn de capacitive analogsticks. Haal ik mijn vinger eraf, dan werkt de gyro niet meer. Dat is bijvoorbeeld heel handig om heel accuraat bij shooter games nog net even die aim bij te werken. En dat werkt echt heel erg cool.
GTA 4 is een van de allerslechtste geoptimaliseerde games die ik ooit heb gespeeld op de PC. Mijn 2011 computer kon het niet lekker aan, mijn 2012 mega PC had er nog last van, mijn 2017 PC merkte je nog steeds dat hij veel extra nodig had om de game fine te draaien. De Steam Deck kan GTA 4 op 60 FPS draaien zonder problemen. GTA 5 ook trouwens. En terwijl we een flink hevigere game spelen, doe ik even wat testjes op 60 FPS versus een 30 FPS lock die wij in de OS dus zelf in quick settings kunnen aanpassen. 30 FPS voelt op dit scherm ook toch nog best wel netjes aan, maar ik merk aan mijn gamegedrag dat ik toch sneller iets hoger wil gaan. Maar voor dit voorbeeld zie je duidelijk bij de batterijtimer hoeveel langer je op de batterij zou kunnen doorspelen. Ideaal voor bepaalde scenario's. En dan gaan we nog niet eens de diepte in wat je nog meer allemaal zou kunnen optimaliseren voor een nog langere batterijduur. Deze gaming mode UI is heerlijk voor onderweg en portable gaming. Nette plaatjes, goede pagina's en heel makkelijk om alles in te laden. Non-Steam games zijn ook relatief makkelijk om toe te voegen. Zo heb ik Trackmania geprobeerd op Ubisoft Connect. Loopt ook weer als een tierenlier en echt een heel leuk spel om te spelen op de deck. Ook al ben ik het wel gewend om Trackmania heilig met een toetsenbord te spelen. Om dit te laten werken voeg ik Ubisoft Connect toe als een non-Steam game. Zo kan je op die manier in gaming mode Ubisoft Connect opstarten. Klik op de game in de launcher en boom, we spelen Trackmania. Standaard zien de derde partij launchers niet je SD-kaart slot trouwens, maar als je heel even op het internet rondsnuffelt vind je al snel tutorials hoe je al die launchers op kan zetten en dat je met een simpele lijn aan code in het startmenu ervoor kan zorgen dat de software wel je SD-kaart ziet, zodat je Ubisoft games ook daarop kan installeren. Sommige games die niet verified zijn, moet je een beetje op zoek gaan hoe ze het beste draaien. Zo moest ik met eFootball op dit moment op Compatibility Layer Proton 6.3 draaien in plaats van de laatste versie, want anders kwam ik niet door de network check. Ook moest ik een bestandje van Windows overkopiëren, een DLL bestandje, en in het mapje van de game stoppen om wedstrijden niet te laten crashen. Fall Guys had al anti-cheat support en begon te werken portable, maar had het nog niet goed ingesteld. Dat kon je omzeilen met wat handelingen dat het wel goed stond, maar tegenwoordig tijdens deze recording hoef je er niet meer wat aan te doen en werkt het goed. Ook heb ik geprobeerd volledige non-Steam games te installeren die letterlijk van een CD-ROM komen. Need for Speed Underground 2 en Need for Speed Porsche heb ik geprobeerd te laten werken. Als het gaat om Need for Speed Porsche, daar heb ik op Windows 10 en verder zelf moeite mee gehad om dat te laten werken. Om dit soort spellen te installeren heb je iets meer nodig. Er zijn bepaalde compatibility programma's op Linux die ervoor zorgen dat oude games gepreserveerd worden met allemaal instructies hoe je ze alsnog kan laten werken. Zo heb ik Need for Speed Porsche kunnen laten werken onder een programma genaamd Lutris, wat je kan vinden in de desktop mode waar we het zo over gaan hebben. Need for Speed Underground 2 heb ik voorgeïnstalleerd op Windows, gewoon het hele mapje overgekopieerd en dan bestaat er iets op Linux dat heet Wine, waardoor je .exe files kan runnen. Uiteindelijk als non-Steam game toegevoegd en hopsakaas, we konden die gewoon opstarten. Need for Speed Porsche 2000 was een hele leuke uitdaging voor mij om goed te laten werken. Ik kon de standaard controle layout makkelijk binden in het menu naar de juiste knoppen, zodat ik de auto kan besturen met de triggers enzovoort. Alleen is het hele menu van het spel en het pauzeren van de game gebaseerd op toetsenbord en muisinputs. Zo kan je dus standaard gezien met een gamepad vroeger of met een stuur wel racen, maar moest je je muis en toetsenbord erbij pakken om de menus te besturen. Dit zorgt ervoor dat we uit onszelf een custom controle layout moesten maken. We hebben Need for Speed Porsche al toegevoegd als non-Steam game, waardoor de game in gaming mode te zien is. Daar kiezen we ervoor om een nieuwe layout te maken waarbij de rechter touchpad de muis is. En ik heb ervoor gekozen om voor de achterste knoppen bepaalde acties te binden, zoals de escape key, de spatie, belangrijke knoppen die je in de game moet gebruiken. Uiteindelijk kan ik makkelijk met de Steam Deck de muis besturen en in menus losgaan, terwijl ik ook heerlijk als een console controller de game kan spelen wanneer we gaan rijden. Zo zie je dan weer de kracht van het feit dat je per game een volledige controle layout kan instellen, naast het feit dat je enorm veel opties hebt qua fysieke knoppen. Wat je ook kan doen om batterij te besparen of als je er fan van bent is gebruik maken van cloud gaming. Dit kan natuurlijk ook op je mobiele telefoon, tablet, televisie enzovoort. Maar de Steam Deck heeft natuurlijk ook meteen alle knoppen en opties voor je om een hele comfortabele experience te hebben. Microsoft lijkt de Steam Deck goed te supporten achter de schermen en komt met een eigen instructiepagina hoe je Xbox Game Pass toe kan voegen aan gaming mode. De Xbox Game Pass games lokaal installeren werken hier nog niet. Daar zou je op dit moment Windows voor moeten installeren. Maar de volledige cloud gaming bibliotheek is meteen
meteen tot je beschikking. Laat Microsoft mij nou al een tijdje Game Pass Ultimate gegeven hebben, zodat ik dit kan proberen. De controls worden meteen opgepakt en het inladen van Sea of Thieves bijvoorbeeld is supersnel. Het streamen van externe services is natuurlijk wat minder zwaar voor de Steam Deck zelf, zodat je een lekker lange batterijduur hebt. Ook heb ik geprobeerd lokaal in mijn huis aan game streaming te doen. Er bestaat een nog handigere tool voor PlayStation 5 streams naar je Steam Deck. Op Linux is er namelijk een programma genaamd Chiaki. Chiaki is eigenlijk gewoon PlayStation Remote Play. Maar in plaats van dat de app via internet connect, gaat Chiaki meer over je lokale netwerk rechtstreeks naar het apparaat. Dit zorgt voor minder delay en dat valt te merken. Het is echt super vloeiend en ik zal me niet verbazen als er nog ineens 10 milliseconden aan delay is toegevoegd. Het nadeel aan Chiaki ten opzichte van PlayStation Remote Play is dus dat je dan wel alleen in je eigen huis je PlayStation 5 naar je Steam Deck kan streamen. Waar je bij PlayStation Remote Play je dat overal kan doen. Met de nodige input lag dan natuurlijk. Maar waar de PlayStation in de studio staat om het apparaat wakker te maken op afstand en meteen even los te gaan beneden op de bank met Portable Gran Turismo 7, ik geniet ervan. Je PC kan je ook livestreamen in de juiste resolutie met applicaties zoals Moonlight, die je ook in de Discover Store kan vinden in de desktop mode. Die maakt gebruik van Nvidia GameStream in je GeForce Experience en zo kan je heel netjes je PC remote playen. Dit heeft knijters weinig latency en je scherm loopt een beetje goed lokaal netwerk 1-op-1. Super scherp ook. Wil jij in gaming mode meerdere applicaties draaien, dan kan dat ook. Natuurlijk kost het kracht en batterij, dus we houden het bij wat simpele applicaties. Maar je kan bijvoorbeeld Discord installeren of Spotify. Wil je die in de gaming mode zien, dan moet je ze wederom toevoegen als non-Steam games. Dan kan je de app opstarten in gaming mode en kan je nadat je een heerlijk muziekje opzet in Spotify makkelijk switchen weer terug naar je game, terwijl je nog de voor deze video dan DMCA free music door de speakers hoort knallen. Of zit je lekker met iemand op Discord te chatten? Ook Discord runt op de achtergrond. En als je in een channel zit, dan kan je zelfs specifiek je scherm delen. Je kan bijvoorbeeld je game kiezen, zodat iedereen kan zien wat je aan het doen bent. Werkt allemaal prima. Ik heb echt best wel veel games uitgeprobeerd. Heel veel games eigenlijk. En ik heb nog geen enkele game gevonden die echt heel erg belabberd runt. Alles runt gewoon. En het is zo raar om op een handheld alles te zien runnen. Natuurlijk, sommige games die anti-cheat hebben die nog niet werken, die werken ook echt niet. Dat is op dit moment het enige pijnpunt eraan. Once again, het is een PC, dus dat valt alsnog te fixen. Maar laten we hopen dat er nog meer support komt van games die nog anti-cheat niet goed hebben ingesteld. Als je Windows dual boot, Windows heeft wel wat standaard drivers, maar wordt natuurlijk niet zo erg gesupport door Valve. Dus dat wordt allemaal een wat meer clunky experience, ook om Windows te besturen. Maar het is zeker weten mogelijk. En sommige games die runnen ook net iets beter op Windows, andere games runnen weer net iets beter op SteamOS. Het scherm is prima om op te gamen, de helderheid is ook goed instelbaar. De 512 GB versie heeft een anti-glare scherm en dat zorgt ervoor dat buiten de Steam Deck gebruiken ook een stuk fijner is. Het is niet zo duidelijk als een OLED natuurlijk. Maar ik ben echt impressed wat Valve heeft gedaan met het LCD-scherm, puur vanuit het oog, niet per se op technisch standpunt. En dan heb je nu een heel goed idee hoe open en hoe vrij de gaming mode wel niet is. We gaan nog wel een paar keer naar gaming mode, maar we bevinden ons nu onder het kopje desktop mode. En met alles wat ik je daarover wil vertellen, gaat dat eigenlijk een beetje hand in hand met nog iets anders. Emulatie. Als we naar de power settings gaan van de Steam Deck, dan zien we naast de power optie een knop om naar desktop modi te gaan. Als we daarop drukken, dan hangt de deck een paar seconden vast om letterlijk wat het zegt, de desktop in te laden. Dan verschijnt er ineens een desktop wat heel erg lijkt op Windows. Icoontjes in je taakbalk, een grote startknop met het logo van de deck en heel veel raampjes die eigenlijk niet zoveel verschillen met Windows. Automatisch start in desktop mode de desktop versie van Steam op, omdat zonder Steam open te hebben je controleknoppen niet worden herkend om je muiscursor te bewegen. Bijvoorbeeld. Op het moment dat Steam uit is, reageert alleen het touchscreen nog op dingen die je doet, dus je bent niet helemaal gestrand als je die per ongeluk uitzet. En je kan natuurlijk ook nog altijd een Bluetooth muis en toetsenbord pairen en snel connecten, of aan een USB hub kan je natuurlijk een muis en toetsenbord connecten. De layout om desktop mode met de controls op de deck zelf te controleren vond ik een beetje karig from the start. Maar gaan wij naar Steam in de taakbalk en klikken wij de settings aan om uiteindelijk naar desktop configuration te gaan, kunnen we alles aanpassen in het oude big picture layout. Makkelijk
Natuurlijk kunnen we daar nog veel meer dingen zelf kiezen. De sensitivity aanpassen. Je kan zoals altijd weer community layouts downloaden en gebruiken. Maar ik heb voor desktop controls mijn eigen layout gemaakt. Ik heb de triggers gebruikt voor muisklikken. Waarbij R2 dan de linkermuisknop is. Zoals je schiet in games. En L2 is dan de rechtermuisknop. Ook heb ik de linkerstick als scrollwiel ingesteld. En heb ik de onderste twee achterste knoppen Alt plus Tab gemaakt. En heb ik die daarboven volgende en vorige gemaakt. Zodat ik makkelijk als ik even aan het browsen ben. Een pagina terug kan of vooruit kan. Of als ik in de File Explorer zit dat je mapje terug kan. En dan zo kan ik makkelijk met de vingers op de achterkant kan ik alles besturen. Je kan alles naar behoren instellen natuurlijk. Je kan helemaal je eigen layout maken. Nou, als je dat een beetje hebt ingesteld, dan is dat easy control natuurlijk. Dan kan je makkelijk in desktop mode je dingetjes doen. Je kan ook het toetsenbord tevoorschijn toveren. Ik heb dat op R1 gezet. Standaard is dat Steam knop en de X knop. Als je die indrukt, ook in gaming mode, krijg je altijd het toetsenbord. Dus je kan altijd het toetsenbord tevoorschijn halen. Maar wil je heel snel heel veel zaakjes regelen in desktop mode om bijvoorbeeld cool neer te zetten voor je gaming ervaring of wat je ook maar wil doen, dan raad ik toch wel een muis en toetsenbord aan. Ik connect dus de Bluetooth muis die je ook bij Age of Empires hebt gezien. Die connecte ik heel erg vaak eraan. En was ik op het schermpje zelf was ik bezig. Natuurlijk met een USB-dock kan je ook nog gewoon een mooie op de desktop heel groot scherm krijgen. En kan je nog makkelijker al je zaakjes regelen om uiteindelijk weer te unpluggen en weer los te gaan. Ook kunnen we een USB-C hub gebruiken of een simpele USB-C naar HDMI aansluiting om je deck aan te sluiten, dus aan een monitor. Dan kan je al helemaal lekker werken op een groot scherm en wordt je desktop ook netjes vertoond alsof het een computer is. Maar dat is het ook. Nou kan je natuurlijk op desktop mode alles gewoon doen. Je kan Google Chrome opstarten, een beetje surfen op het internet en alles wat je normaal op een PC kan doen. Maar hier kan je ook alles juist instellen voor uiteindelijk als je weer Easy Access Gaming Mode ingaat. SteamOS heeft standaard iets geïnstalleerd wat ze een Flatpak Library noemen. In je taakbox staat er een icoontje genaamd Discover. Als we daarop klikken krijgen we een ongelofelijke lijst aan applicaties die je met één druk op de knop kan installeren. Dit kunnen allemaal Word en Excel-achtige dingen zijn tot Blender voor 3D-bewerking, schaakspellen en dergelijke. Maar ook tot mijn verbazing kan je meteen een hele roots aan emulatoren vinden onder emulators. Van de oude Atari, Amiga, Sega, alles Nintendo, PlayStation 1 tot PlayStation 3. Alleen is er nog iets beter. Binnen een maand dat de Steam Deck begon met shippen, was er alweer EmuDeck. Binnen een maand dat de eerste mensen een Steam Deck binnenkregen, kwam er EmuDeck. EmuDeck is een applicatie die je kan downloaden op het internet die alle emulatoren automatisch voor je instelt op de juiste settings voor de Steam Deck. Met de controllers meteen goed, alles goed. Je moet natuurlijk wel zelf BIOS files in het goede mapje zetten, die je natuurlijk zelf hebt gehaald van je betaalde consoles die je zelf in huis hebt. En de ROMs, oftewel de games. Wat wel heel mooi is, is dat wanneer je met één druk op de knop alles installeert, je heel mooi drie folders krijgt, waaronder een BIOS folder en een ROM folder. De ROM folder heeft meteen allemaal mapjes van alle apparaten die je kan emuleren en waar je games van kan spelen, zodat je precies weet in welke map je je game moet stoppen. Zo ben je echt heel snel onderweg en kan je oude games in no time spelen op de Steam Deck. Ook installeert EmuDeck iets genaamd Steam ROM Manager en dit helpt weer met gaming mode. Wat Steam ROM Manager namelijk kan doen is dat je ervoor kan kiezen met weinig moeite je games op Steam worden toegevoegd als non-Steam games. En niet alleen dat, je kan ook je games automatisch een plaatje geven. Het programma pakt namelijk van Steam Grid DB de juiste plaatjes. Een hele community maakt daar namelijk plaatjes op voor Steam van oude games, maar ook software. Zo heb ik manueel bijvoorbeeld Spotify en Discord via Steam Grid mooie plaatjes gegeven, zodat in gaming mode het er dus heel netjes uitziet. In Steam ROM Manager krijg je een lijstje van platformen die je kan aanvinken of uitvinken. Sommige platformen wil je misschien niet helemaal in je Steam lijst hebben, omdat je misschien ze niet zo belangrijk vindt, of dat je dan door de bomen het bos gewoon niet meer ziet. Ik kies er bijvoorbeeld voor om mijn oude Amiga 1200 games niet toe te voegen aan Steam. En ook van de Atari 2600 die we altijd hadden, heb ik het liever niet zo vol in mijn gezicht. Dan kunnen we op preview drukken en een lijst genereren in Steam ROM Manager. Deze lijst probeert automatisch meteen mooie plaatjes te vinden voor elke game. Een logo, een banner, zodat het er allemaal premium uitziet in Steam. Ook maakt Steam ROM Manager een collectie van het platform in Steam zelf, waardoor we in gaming mode bij collecties ook van één platform alle games in een collectiemapje hebben staan. Ook wordt er emulations
Station geïnstalleerd. Emulation Station is een soort app die in één keer alle emulatoren uitleest. Dus ook al koos ik ervoor om Amiga 1200 games niet in Steam te laten verschijnen, ik kan ze vanaf hier wel openen en spelen. Aladdin is een van mijn eerste games die ik in mijn leven heb uitgespeeld op de Amiga van mijn vader. En geweldig om te zien hoe mooi de Steam Deck deze games kan emuleren. En na de opname van Aladdin kwam de verversingsslider dus uit in gaming mode. En Amiga games zijn eigenlijk gemaakt voor 50 Hz. Maar we spelen de game hier op 60 Hz, 60 FPS. Dus weer een voorbeeld van een voordeel van een optie om je schermverversing nu te kunnen veranderen. Want als ik het dus nu naar 50 zet, dan krijgen we een perfect rechte lijn. En dan voelt de game ook nog fijner en smoother aan om te spelen. Net zoals vroeger. De knoppen reageren dan goed en snel. En de bewegingen van de simpele animaties van die tijd zijn vloeiender. Ik heb van alles geprobeerd en de Steam Deck kan echt ver gaan in emulatie. Zo werkt een Game Boy game makkelijk natuurlijk, maar Mario Kart 8 op de Nintendo Switch draait ook prima en is super speelbaar. Ik laat niet veel zien van Mario Kart 8, ook al heb ik de game zelf op Nintendo Switch. Nintendo wil wel eens video's claimen op dit moment, maar echt waar Nintendo, ik heb de game. Mijn handheld die ik kreeg voor het halen van mijn examen, de PSP, heeft ook een aantal leuke klassiekers die ik erop heb. Tekken 6 draait fantastisch, GTA Liberty City Stories en Vice City Stories wederom. Larissa kon genieten van haar Nintendo 64 game Pokémon Stadium, waar ze de minigames altijd speelde. Of helemaal terug in de tijd naar de SNES met Unirally, waarbij je met een driewieler moet racen en boosten door trucjes te maken. Croc Legends of the Gobos was mijn platformer vroeger die ik heel leuk vond op de PlayStation 1 en 3. Draait ook perfect en kan ik ook van genieten van een game waarbij ik de career mode kapot heb gespeeld. Gran Turismo 1. Ik mis nog altijd goede tennisgames tegenwoordig, dus ik lade Topspin 4 in. Dat is een van mijn laatst gekochte PlayStation 3 games. Die lade ik in op de PlayStation 3 emulator. PlayStation 3 games moet je niet verwachten dat het ultra vloeiend loopt. En emuleren is natuurlijk in het algemeen überhaupt al moeilijker, want dat neemt veel meer kracht af. En de PlayStation 3 is nog niet helemaal waar het is. Maar met de juiste settings zou ik zeggen dat Topspin 4 speelbaar is. Ja hoor. Ook ben ik langsgegaan bij mijn ouders om Frogger op Atari 2600 te laten zien. We hadden altijd in de logeerkamer nog een oude jaren 70 Atari staan van mijn moeder. En ook daar heb ik in mijn eentje of met vriendjes uit de buurt flink wat uren op gespeeld. Ook Enduro, een spel waar je auto's moet inhalen en als je er één raakt dan word je helemaal teruggezakt. Werkte allemaal meteen perfect. Elk platform had meteen de juiste control setup en was goed geoptimaliseerd. EmuDeck maakt het dus een stuk makkelijker voor je. Er komen op het moment van schrijven nog veel meer opties en hier zie je de kracht van een community die steeds groter wordt, want op dit moment heeft nog lang niet iedereen die wil een Steam Deck. Het installeren van een non-Steam game in desktop mode is vrij simpel. Misschien ken je deze game van Windows, maar we gaan uit de Discover app even Space Cadet Pinball installeren. Een game die standaard bij Mijnenveger stond altijd in Windows. Nadat we de game geïnstalleerd hebben, willen we hem graag kunnen starten vanaf gaming mode. We voegen een non-Steam game toe. Nou staat Space Cadet Pinball in de lijst, maar heb je een Windows.exe nodig die door de compatibility layer moet, dan browse je naar waar je hem hebt geïnstalleerd, naar de directory. En zo krijgen we een non-Steam game met helemaal niks erop of eraan. Geen foto's en het ziet er niet zo aantrekkelijk uit. Nu kunnen we dus naar SteamGridDB gaan om te gaan zoeken naar plaatjes. We zoeken voor Space Cadet Pinball en gaan op zoek naar een verticale en horizontale grid. Die slaan we op. De horizontale grid is het plaatje dat wordt gebruikt op Steam als je het als laatste hebt gespeeld. We kunnen ook een bannerfoto kiezen en opslaan en een logo. Die kunnen we met de rechtermuisknop op Steam allemaal toevoegen op de gewenste plekken. Om de laatste game horizontale grid te kiezen, moeten we even op play drukken, zodat het spel staat als laatste gespeeld. Nou is dat ook hoe ik Discord, Spotify, Minecraft, Java, denk aan Xbox Game Pass, hoe ik daar allemaal de plaatjes van heb toegevoegd. Maar SteamGridDB heeft ook een soort geoptimaliseerde functionaliteit. En dat heet SGD Boop. Dat heb ik geïnstalleerd op mijn computer. En als je dat installeert, dan krijg je op de webbrowserpagina van die site, krijg je blauwe puntjes. Als we op die blauwe bolletjes klikken op die pagina, dan gaat SGD Boop ervoor zorgen dat het meteen wordt geïnstalleerd binnen Steam en dat je dus niet manueel op elke plek al die plaatjes in moet laden en moet downloaden. Er wordt meteen gedownload voor je, maar ook meteen op de plek gezet waar het hoort. Dus, met het feit dat ik ineens op allemaal blauwe bolletjes hoefde te klikken, kon ik dus heel lang op blauwe bolletjes drukken om mijn meer dan 1000 game library te gaan mooi maken. Want misschien heb je op oude recordings het nog niet gezien, maar heel veel spellen hebben een horizontale banner in een verticaal jasje en dat ziet er niet zo mooi uit op de Steam Deck die daarvoor al veel gebruik van maakt. Het kostte me 5 uur in plaats van 20 als ik niet dat blauwe bolletje had en
thank God kon ik het ook kopiëren meteen naar de Steam Deck vanaf mijn PC. Ik gebruik daarvoor Warpinator en Winpinator heet dat dan op Windows. Waardoor ik heel makkelijk bestanden en mapjes kan sturen heen en weer van de Steam Deck naar mijn PC of van de PC naar de Steam Deck. En zo kon ik gelukkig al die gefixte grids van echte Steam spellen, kon ik in één keer woep. En nu een paar dagen later na de opnames die je langs hebt zien komen, heb ik een bibliotheek die er super clean uitziet. En we hebben 3D Pinball Space Cadet toegevoegd aan Steam om heerlijk te kunnen genieten van de klassieker die je speelde als je echt niks te doen had. Of als je met de schoolcomputer ging klooien in de jaren 2000. Ook konden we naar de controller layout settings en zag ik al bij de community layouts dat heel veel mensen al een controller layout hadden bedacht, zodat wij de applicatie kunnen gebruiken. Mooi de bumpers, je triggers gebruiken om de bumpers omhoog en naar beneden te doen, werkt perfect. Zoals je ziet, je hebt helemaal de vrijheid. Je kan je expressen in de looks. Je kan het apparaat helemaal inrichten hoe je wil. Het portable gebruiken, het docken en als een PC gebruiken op een beeldscherm, wat jij maar wil. Een klein feitje, volgens een Valve developer is de gaming mode wel nog beter geoptimaliseerd door het feit dat de desktop mode gewoon 4 cores en 4 threads ziet. Maar speel je spelletjes door gaming mode, dan kan het soms zijn bij een bepaalde game dat de 4 threads extra ook herkend worden als fictieve cores. Waardoor de game denkt dat hij met 8 cores aan de gang kan gaan. En dan heb je nog wat meer percentage performance winst. Dus, lekker in je hand portable gamen, moderne games, classic games van allerlei platforms of aan je tv koppelen en een enorme party game doen met een Xbox, PlayStation en Switch Pro controller allemaal at the same time of de deck een mediastation maken om films te kijken, bepaalde games draadloos bij te houden die je op je pc speelt, cloud gaming of om letterlijk te gebruiken als computer met beeldscherm, muis en toetsenbord en dergelijke en een soort office space te maken. Het is een pc. Het is geen geïsoleerd platform, jij mag kiezen. En het feit dat ik die keuze heb, mijn games niet opnieuw hoef te kopen, zoals van een PlayStation Portable naar PlayStation Vita, waar ik wel eens een aantal PlayStation Portable spellen opnieuw heb moeten kopen voor 20 of 10 euro, of van 3DS naar Switch, of een 10 euro of 20 euro upgrade om mijn PlayStation 4 versie up te graden naar een PlayStation 5 versie. Dat is voor mij wel echt een enorme blessing. Ik kan uren bezig zijn om nog meer het optimale eruit te halen. Ik heb de vrijheid om te spelen op hogere graphics, hogere FPS en minder batterijduur. Ik heb ook de vrijheid om ultra-optimalisatie voor ultra veel langere spelsessies als je niet snel weer kan opladen. Ik heb de vrijheid om alle settings te tweaken totdat ik een game leuk vind om te spelen. En die mis ik zo vaak normaal. Je maakt mij alleen maar een betere gamekoper / klant van je games. Want de games die ik speel, speel ik precies zoals ik ze wil en kan spelen. Functionaliteit die maar wordt toegevoegd. Soms meer dan 3 updates in een week. Dat is ook echt crazy wat Valve daar laat zien. Ik ben bijna bang om in deze review video mee te nemen wat ik graag nog meer wil zien, omdat ze misschien al het erin brengen in de volgende update. Wat ik graag zou willen zien is dat je instellingen voor optimalisatie zou kunnen downloaden en uploaden, net zoals de controller layouts. En dat de Steam Deck dan opstaat als je bijvoorbeeld een game op een 30 fps lock wil hebben in quick settings. Nu moet je dus wel steeds zelf dat aan of uit doen en veranderen naar hoe je het wil hebben. Naast dat dat onthouden wordt per spel, zou het dus cool zijn als mensen hun optimalisaties konden delen. Er zijn heel veel mensen op het internet die games op 8 watt spelen en dan nog 30 of 40 fps aan tikken en dan echt een enorme batterijduur uithalen. En dat zou ik dan graag willen kunnen oppakken en delen en specifiek individueel per spel kunnen instellen. Dus dat is mijn grootste request, het opstaan van al die mooie instellingen en het community share. De Steam Deck die heeft wat mij betreft een hele goede toekomst. En is in mijn optiek ook gewoon een compleet nieuw genre van apparaat. Natuurlijk bestond het genre al, want bepaalde derde partijen hadden al een portable handheld PC gemaakt. Die dan ook echt draait op Windows trouwens. Maar die apparaten die op dit moment op de markt zijn, die zijn vrijwel even snel, al dan niet wat trager in game performance dan de Steam Deck. Maar die apparaten, die zijn ongeveer boven de 1000 euro. Van 1000 tot 1500 euro. Zo hebben we de Aya Neo, die altijd boven de 1000 euro dik ligt. Zo hebben we de GPD, waar ook devices die kunnen competen met de power van de Steam Deck dik boven de 1000 euro staan. En de Steam Deck dan?
De Steam Deck begint op €419. Dan heb je wel de laagste variant en dat heeft een 64 GB interne opslag en dat is een SD-kaartadapter. Die SD-kaartadapter zit wel in een SSD-slot, dus ben jij niet bang om een Steam Deck uit elkaar te halen, dan zou je zelfs een goedkope SSD kunnen kopen die dan uiteindelijk wel wat goedkoper is dan uiteindelijk de tierverhoging en zou je een SSD op de plaats kunnen implementeren. Dan hebben we €549 voor de 256 GB SSD Steam Deck. En die begint al met wat goodies te komen. En wil je een 512 GB SSD Steam Deck, dan ben je €679 kwijt. Die laatste tier die heeft wel een anti-glare scherm. En dat anti-glare scherm, dat ziet er een stuk beter uit buiten. Dat heb ik in ieder geval qua comparisons op het internet gezien. En als we buiten ook gaan gamen in een hele felle zon, dan is die anti-glare zeker fijn om naar te kijken. En kan je niet meer niks zien. Je ziet nog meer dan genoeg om heerlijk buiten te gaan gamen. Nog onder de €700 voor dit ding is echt insane to me. Dat is echt insane. Natuurlijk, apparatuur dat in een kleinere vormfactor moet, dat wordt automatisch natuurlijk een heel stuk duurder. Maar er zit natuurlijk ook gewoon hele goede apparatuur in, hele goede computeronderdelen. En dan hebben we ook nog eens een chiptekort in de wereld, maar the word on the street is dat Valve dit ook met een verlies verkoopt. Hele sterke prijzen. En het zal me niks verbazen als het niet met verlies is, dat ze er in ieder geval geen winst uithalen. De Steam Deck is echt super scherp geprijsd. Wat is dan het grote nadeel van de Steam Deck? Het grote nadeel van de Steam Deck is dat als je er nu één wil reserveren, dan moet je heel lang wachten. Ja, sorry, dat is toch wel echt het grootste nadeel. Als je nu pas komt te weten over de Steam Deck en je wil een reservatie plaatsen, dat is dan een €5 reservatie. Dan maak je dus kans om er één te bestellen. Op het moment dat je aan de beurt komt, krijg je 3 dagen om er één te bestellen. Anders moet je weer helemaal achteraan sluiten bij de wachtrij. Maar sinds 16 juli 2021... is dat dus begonnen, die reservatie. En als we nu kijken, in de 2 maanden dat ze nu Steam Decks gaan leveren en die wachtrij langs gaan, zijn we nog geen 24 uur verder. Het 512 GB model is het populairst. Daar zijn we in USA niet eens een kwartier verder nog. Nou, wat ik daar allemaal zeg is sinds de recording ook niet meer waar. Ineens gaan we in Europa voor alle modellen uren vooruit, als je goed de tabel kan lezen. Dan ben ik iets cynischer dat je niet jaren moet wachten, maar flink veel maanden nog als je nu gaat bestellen. En natuurlijk ben je ook vrij om een leuke skin te kiezen. Derde partijen maken al skins zoals D-Brand, gratis reclame. En hier zie je een aantal van die skins van gebruikers. En ja, zo kan je het helemaal customizen naar je eigen look en feel. En heb je dus een portable PC met helemaal je eigen style. Altijd leuk om te zien natuurlijk hoe mensen helemaal hun eigen kleurencombinatie maken. Bedankt voor het kijken naar mijn Steam Deck review. Er zal genoeg nieuws op mijn pad komen of nieuwe updates die de Steam Deck weer next level brengen of coole games die ik werkend heb weten te krijgen. Ik heb er 2 weken aan lopen tinkeren elke keer om zoveel mogelijk in deze review te kunnen vertellen waar ik bijvoorbeeld allemaal mee bezig ben geweest. Ik ben zeker van plan om je op de hoogte te houden van mijn use cases van de Steam Deck. Maar als je deze lange video in zijn geheel hebt gekeken, dan heb je hopelijk een heel goed idee wat dat apparaat allemaal kan en wat je er allemaal mee kan doen. Als je mij wil supporten, laat een reactie achter hier in de comments met wat je van de Steam Deck zelf vindt. En laat ook even een duimpje omhoog achter. Dan bedank ik jou voor de support en dan ga ik weer verder met het tinkeren met de Steam Deck. Want oh my god, dit apparaat is voor mij een droom.